We hebben een Europees actieplan nodig tegen grensoverschrijdende drugscriminaliteit. Wij moeten in Europa aan de slag om Brabants te beschermen tegen de problemen die dat met zich meegeeft. Denk aan de drugsdumpingen die hier plaatsvinden. Denk aan de druk op ons buitengebied. Denk aan het extreme geweld van de criminelen die zich bezighouden met drugs. Daarvoor wil ik, voor Brabant, in Europa aan de slag. Europa investeert in banen, in werkgelegenheid, in slimme ideeën voor de toekomst. Ook in Brabant profiteren we daar op dit moment van, bijvoorbeeld met onze logistieke sector. Maar we kunnen ook investeren in de agrarische sector, in de kenniseconomie. We hebben volop kansen voor Brabant in Brussel. En ik wil graag aan de slag om die kansen voor Brabant te pakken. Brabant wordt steeds drukker. Bereikbaarheid is een groot probleem. Of dat het nu gaat om de bereikbaarheid van onze binnensteden. Of het gaat om het bereikbaar houden van onze dorpen. Of als het gaat om grensoverschrijdend treinverkeer, zoals hierachter. Wij willen die bereikbaarheid vergroten en dat moet op een schone en een veilige manier. En daarvoor wil ik in Brussel voor Brabant aan de slag. Kortom, er liggen de komende jaren belangrijke dossiers voor Brabant in Brussel op tafel. Help mee om als Brabant invloed te houden in Brussel. Stem op 23 mei, nummer 3 van het CDA. Stem Brabants, stem Berendsen.